prinsen en prinseskes, liefhebbers van een betere Spaanse tortilla, merci vette passeren en welkom... Chez Ilko Cuisine. Mensen, 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 dikke feest vandaag, hè? In Nederland zeker, hè? Maar over heel de wereld is dat Sint Patrick's Day, de 17e maart, dikke vette feest. En vandaag gaan we geen... Maar we gaan dan niet doen vandaag oesters zuigen en guinness -zuipen. Dat gaan we niet doen, want dat doen ze normaal in Nederland en in de rest van de wereld. We gaan het vandaag zuiderser aanpakken. Zuiderser, ja. En waarom nu? Wel, ik heb een goede herinnering aan St. Patrick's Day. En wel een heel goede reden daarvoor. Ik zat vroeger, ik werkte voor een groep, 10, meer dan tien jaar geleden, Simple Minds, een Schotse groep. En ik zat in Italië. En het is sint Patrick zei, want die Schotten die veren dat graag. sint Patrick zei. Ik zat in Italië met die mannen en die zeggen: kom, we zijn naar een arschpub. En We willen daar een, en daar worstvouwen, en Drinken en dit en dat. En daar werkte iemand, een Spaanse madam, en die, die bakte daar tortillas voor de mensen als happeke. Want van al dat zo gaf ik veel te snel zat worden en dit en dat en die maakte tortillas en die zegt: kom mij in de keuken, ik zal u dat tonen. En om ja. Om die reden kan ik dat vandaag ook doen. Ik heb nog een goede herinnering aan, dat was plezant. Nu, wat is Sint Patrick's Day eigenlijk? Wel in 450 na Christus werd er een eer gevangen. En die werd meegenomen. En die, dat was een slaven, uiteindelijk, b, b, um, die een ontsnapte. En die kwam terug naar Nederland. En oh, dikke feest. is dus de zeventiende, e gaan zuipen? En dat is meer als duizend jaar geleden. En die mannen veren dan nog. Dus de eer, die kunnen feesten. En ik vind dat, ik vind dat een goede gedachte. En dat ga ik vandaag doen. Nu, voor een tortilla. Wat hebben we daarvoor nodig? Eieren. Patatten, olijfolie, een beetje naar en een noop olijfolie. Je gaat grapijnse jong, dat is veel olijfolie. Geen paniek, olijfolie is gezond. Maar nu heb ik genoeg gezaagd. Ik wil gaan feesten. We moeten de tortilla klaarmaken. We gaan naar de keuken. Je komt er mee? Ik dacht het wel, hè. Olé, mensen, 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 hier zijn we dan en deze machine gaan we deze week niet gebruiken, want we gaan eerst beginnen met een naaiender, een medium grote naaiender en we snijden die in twee en daarna doen we die kontjes daaraf en dan snijden we die in plakjes, in dunne plakjes, zo hebben we dat geren, dat is nu simpel, maar dat is ook niet heel moeilijk hè? Of vol te zien wat je gedronken hebt. Goed, die plakjes die doen we in een schuurbordje En we zetten die even apart. En we gaan 650 gram ongeveer hè, vastkokende aardappelen... Ook in gelijke plakjes snijden. Waarom nu een vastkeukende patat? Uh, voor mijn Spaanse vrienden patatas, voor mijn Nederlandse vrienden aardappel. Waarom nu een vastkeukende? Wel, die gaat daar een vorm bij dragen, hè? En we moeten in vorm zijn voor sint Day. Dus allemaal in ongeveer gelijke plakjes. Zo hebben we dat alweer graag. En hier hebben we de patatas. Dan hebben we de ayondros. En dan hebben we de olijfolio's. Daar hebben we nodig voor die tortilla. We zetten dat vuur volle gaas. En wat gaan we dan doen? We gaan een pan opzetten. Een goeie, grote pan. Ja, en ik kan je al zeggen, e, 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 e. je moet wel een volte pan pakken. Hè. Wel deze keer een uitzondering, omdat feestdag is, pak ik een anti-aanbakpan. En ik heb die vol met olie. Heel veel olie. Olijfolie. En dan die ayana daarbij. En je ziet het gitaarlepel. Vandaag het Elektrisch gitaarlepel, Door de zit er een beetje meer swing in. Hè. Je gaat dat proeven. En we gaan die ajuinen een minuutje of twee, drie, gaan we die goed laten gaan. Dat die een beetje glazig worden. En dan gaan die hun vocht lossen en dan gaat dat veel beter zijn. Het is gewoon belangrijk dat je eerst begint met die ajuinen. En af en toe gaan we een keer roeren, hè, Want die twee, drie minuten laten zot koken, dat zou niet goed komen, hè. Dan gaat dat verbranden. Dus af en toe, dat je een beetje zwong in hè, met, de, met de gitaarlepelke, dan komt dat helemaal goed. Nu. Die ajuinen, die hebben twee, drie minuten gegaan. We gaan daar die patatas bij doen, hè. De vastkokende patatas. potatoes voor mijn Engelse vrienden. En dan weer we twee lepeljes, hè. Eén voor een swoon en één voor een klassiek. Een klassiek gitaartje en een elektrisch gitaartje. En nog meer olie. Ik moet daar nog olie bij. Dat is feest, dat moet zwemmen in de olie. Want het is feest vandaag, is in Patrick's Day. Hè. Ik heb het nog niet genoeg gezegd, zeker. En goed mingelen. Nu, dat vuur, dat staat volle gaas. En dat gaat niet goed. Als je dat zo laat doen, dus af en toe zeg je dat dat wat zachter. Hoe lang gaat dat nu duren, eer dat heel feest gereed is voor die eieren bij te kappen? Wel, dat gaat, apé, pré, 30 minuten zijn. Ongeveer 30 minuten. Je houdt dat in de oog. En af en toe een keer roeren, en af en toe zet je het een keer uiter, en af en toe zet het dan een keer trager, en up en dragen. En, uh, en dan komt dat goed. Een half uur, apé, pré. En na een half uur, dan neem je een verket, een vork. En je gaat een keer prikken. En je voelt of dat, dat goed is of niet. In mijn geval zijn ze allemaal gaar. Ik ga nog een keer, de laatste keer, goed roeren met mijn gitaarlepeltjes. Hè? Nee, ik verkoop die gitaarlepeljes niet. Als je die wilt kopen, dan moeten naar gitaarlepelkes om mee te koken.nl gaan. en daar kunnen die vangen. Online, ongelooflijke winkel is dat. Nu we zetten dat feest aan de kant, we pakken een plank en die zetten we op dat vuur. Nu je mocht dat ook op je aanrecht doen, maar ik was te lui voor mijn camera te poseren. Ik neem ook een vergiet en een kom voor dat eten olie. Op te vangen. En we kappen heel dan nest daarin. En je laat dat uitlekken. He? Lek, lek, lek. En een je goed schudden. Gelijk bijna in de friteur. De, 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 de vet, vet eraf doen. He. Maar goed, klappen lukt precies vandaag niet zo goed. Men neemt zes eieren. Je breekt die schaal en je kapt dat feest in een andere kom. Eigenlijk kunnen we bijna rekenen. Per ei, 100 gram aardappelen. Dat gaan we van doen. En af en toe valt er een keer zo stukje schaal uh, bij dat eier, uh, gefeest, hè? En we vissen dat eruit, want vissen, dat doen we graag. Dus als we dat allemaal hebben, een keer goed zien, ja, alle, alle stukjes eruit, want als je daar bijt, dat is uh, degoutant in je mond. Hè, en dat heeft niemand graag. Tenzij dat je zot bent. Zot van eierschaal, maar dat lijkt me heel raar. Tijd voor de kruiding. Wat gebruiken we nu? Heel kokwis Hot Hotzelt, premier cru, uiteraard. U geeft een paar goeie draaien van die magnifieke molen. Nog een beetje extra gewoon zout gaat er ook in. En ik heb het over zeezout. En dan een flinke draai van de molen der peper. Hè? De zwette pepermolen. En een klein beetje gerookt paprika poeder. Een klein beetje. Hè? En dan nemen we verket en we mingelen dat goed doorheen. Je moet dan nu niet te zot kloppen. Hè? Dat komt allemaal goed. We zijn. Een beetje vandaag. Dus gewoon doorheen mingelen en dan pakken we die hete patatten, we doen die daarbij. en we gaan dat rustig doorheen roeren. We gaan dat melangeren dat dat goed homogeen, alleen dat die patatten goed in, 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 in het eierenmengsel zitten. Hè. Je ziet, dat is helemaal niet moeilijk. Hè. Een keer goed roeren, ik zijn content na en dan ga ik daar een deksel op zetten. Een deksel en 15 minuten laat ik dat rusten. Ondertussen drink ik een goede Spaans Wenkje of een Guinness en. 15 minuten later is dat een beetje steviger geworden, dat feest. We zetten de andere kant. Die plank die moet weg. Een kans dat we dat vuur niet hebben opgestaan of het kootston in brand. Hè? Dus we zetten dat vuur terug op. We pakken een kleiner pannetje, Een anti aanbakpannetje En dan doen we daar een beetje van die gebruikte olijfolie in. Niet te veel, ook niet te weinig. Want we willen niet dat dat feest in die pan gaat vastplakken. We mengelen dat. Alleen, we draaien een keer. Hè? We verspreiden het vet. En dan nemen we die kompotaten. We draaien daar ook een keer mee. We zijn in onze draaimoed... ...en we kappen heel die pre. ...kappen we in dat panneken met die olie... ...en we met ons gitaarlepelje... ...schrapen we het kompje proper... ...dat geen enkel stukje verloren laat... ...en nu gaan we met dat lepelje... ...een beetje dat spel verspreiden... ...dat dat ongeveer een beetje plat is platte vijg gaat dan niet zijn, maar allee, dat de bovenkant geen, geen te veel pieksjes heeft. Of hoe moet ik dat nu zeggen? Ja, het klappen gaat niet goed, mensen. Ik zet dat vuur zacht en ik laat dat een zevental minuten gaan. Af en toe check ik een keer of dat dan nog wel los zit. Nu, ik maak hier de fout. Je gaat dat zien straks uh, dat ik dat af en toe heet zet. Dus je blijft daar gewoon af. Vijf à zeven minuten laat dat vuur op het zachtste staan. En je laat dat doen. Je blijft daar af, je laat dat doen en je gebruikt je neus. En als je denkt van, oehla, laat. Nou is tijd, dan pakt een bord en je zet dat op die pan. En je doet in één en trek. Hup, Je draait dat heel dat feest om. En dan zie je. De, oei, oei, oei. Dat zie je een beetje te bruin aan mijn goesting. Maar het is nog niet zwet. Dus we hebben een chance. En nu laat je je half gebakken tortilla, laten we je halfgebakken tortilla in die pan uh, glijden. En je duwt zo'n beetje die randen daarin. Je dat daar goed in. En je laat dat nog een keer drie minuten gaan. Op het zachtste. Drie minuten. En je ziet dan niet uit of dat is. Bijna verbrand, hè? Na drie minuten pakken we ons teleur weer. We draaien dat feest om en je ziet, drie minuten op het zachtste vuurje heeft ze werk gedaan. Mooi goud-bruin. En zo zien we dat jij We nemen dat naar het aanrecht. En we gaan dat een beetje in het midden van niet aloor leggen. Hè. We duwen. En dan nemen we een, een hè? een keukenlokken. En we, we, dat extra vet dat laten we absorberen door dat papier. En we zien dat we dat spel niet kapot trekken. Hè. Dus als je het kapot trekt, je dat eronder. En je maakt je bord een beetje proper. En dat is het voor vandaag. Een Spaanse tortilla op de Ierse feestdag. Dat moet kunnen, vind ik. Mensen, merci voor te passeren. Merci voor te kijken. Ik zou zeggen: ole, gracias, thank you. See you next time. Bye bye. Ciao.